Afval inzamelen is voor gemeentes al lang niet meer het alleen ophalen en op een grote hoop storten. De gemeente Almere heeft moeite met haar nieuwe rol in deze zogenaamde circulaire economie. Hierbij moet zoveel mogelijk afval worden hergebruikt en zo weinig mogelijk worden verbrand. Een reorganisatie van een paar jaar geleden lijkt de verantwoordelijke dienst Stadsreiniging geen goed te hebben gedaan. Stadsreiniging werkte daarvoor voor een groot deel zelfstandig, maar dat moest anders, vond de gemeente. Het moest allemaal centraler, met andere rollen voor de managers. En die veranderingen lijken geen succes. Vooral de communicatie moet beter. Op een vraag van de gemeente over hoeveel illegale dumpingen er worden opgeruimd, kon de dienst bijvoorbeeld geen snel en sluitend antwoord geven. De dienst lijkt eenduidige leiding te missen. Er worden wel pilots gestart, maar er wordt vervolgens niet doorgepakt. En de communicatie is onvoldoende, waardoor het gevaar ontstaat dat er op het gemeentehuis verkeerd beleid wordt gemaakt. Moet plastic bijvoorbeeld nog wel apart ingezameld worden? Of moeten er robots bij vuilniswagens komen of juist niet? Allemaal vragen die voor het college van BMW moeilijk te beantwoorden zijn zonder duidelijke communicatie vanuit Stadsreiniging. Uit het rapport blijkt ook dat de afdeling Stadsreiniging zich niet genoeg gezien voelt vanuit het gemeentehuis. Maar het blijkt ook dat medewerkers van de dienst moeite hebben met het omgaan en accepteren van innovaties. Die cultuur moet veranderen. De waslijst aan aanbevelingen in het rapport om de situatie te verbeteren wordt integraal overgenomen door het gemeentebestuur.